Dille Groenewegen, hier sta je dan in die rood-wit-blauwe trui. Iedereen had het van tevoren voorspeld. Hoe moeilijk is het dan met die favoriete rol om te gaan? Ja, dat is meestal als favoriet naar het NK toe gaan. Dat is niet echt een luxe wat je dan hebt. Maar ja, het kan je ook een boost van vertrouwen geven. En ja, zoals de ploeg vandaag reed, geeft een bepaalde druk mee. Maar die druk heb ik omgezet in overwinning. En dat ja, is een heel mooi gevoel. Hoe zeker was je van je zaak toen je die sprint inging, die laatste kilometer? Ja, de ploeg vroeg onderweg van hoe ik me voelde. Ja, en ik zei super. En dan hebben we de laatste ronde besloten om er vol voor te gaan. En ja, ik ben gewoon goed afgezet. Toen ik ga verrast hem nog heel even. Maar ja, ik kon hem eigenlijk gelijk remonteren. En ja, bedankt. En ja, om dan af te maken, dat is wel, ja, dat was wel een ontlading. Nu ga je in die kampioenentrui naar de Tour de France. Je debuut. Nerveus? Ja, een beetje wel. Ik weet natuurlijk niet echt wat me te wachten staat, omdat het de eerste Tour is. Het zal vooral ook leren zijn, maar ja, wie weet kunnen we wat moois laten zien. En ja, je droomt natuurlijk altijd van een ritzegen. Dit is de eerste droom en nu nog een tweede droom. Dat zou heel mooi zijn. Is dat realistisch om met mannen als Greipel, Cavendish, Kittel, om daarmee te concurreren voor een ritzegen in die Tour? Ja, ik heb ze natuurlijk wel geklopt, maar ja, nu heb je ze allemaal tegelijk. En ja, het circus eromheen ja, zal pittig zijn, maar ja, we gaan vooral voor de eerste week om daar iets moois te laten zien. En dat is het doel. Maar je wil hem wel uitrijden ook, de Tour? Ja, ik wil, als het kan wil ik hem heel graag uitrijden, maar als ik op een gegeven moment gewoon, ja, als het op is, dan is het op. En, maar het mooiste zijn als je hem kan uitrijden, dat is ook weer goed om mee te nemen naar de volgende jaren.